Welke voetballer heeft nooit zijn potentieel bereikt? Gaat de blauwe kaart het voetbal verbeteren? En welke La Liga-speler wordt deze week de geit van de week? Oeh, dit en meer vandaag in FC Geit. Nou, hallo mensen en leuk dat je kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van FC Geit. Ja. Ik ben Rowan en ook vandaag ben ik weer met mijn twee broers, Nando. Nou, het is niet weer, hè? Het is vandaag ben ik met mijn twee broers. Ja, we hebben ja, even strugglingen gehad de afgelopen weken, maar we zijn er weer. Ja, we hebben... Ja, dus het is weer. Ja, oké, okay, ja, ja, klopt wel. Ja, klopt we wel. Hebben twee weken ruzie gehad achter de schermen. Ja, dat is de reden. We konden niet tegelijk op beeld zijn. Nee. Behalve Dave en Dave was met allebei van ons cool. Ja, dus ja. Dat is... nee. Maar gelukkig zijn we bij elkaar. En Dave inderdaad is er ook. Ja. 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 En gewoon steady elke keer. Ja. Ja. Jij hebt echt nog geen eentje gemist. Nee. Geen ziekteverzuim, niks. Klopt. Nee, vet. Ja. Heel vet. Ja. Nee, maar dat doe ik ook niet aan. Ziekteverzuim? Nee. Ja. Nee. Hij verzuimt alleen de zieken. Maar dat is een ander verhaal. Leuk. Ja. Ja. Klinkt als een zaterdagavond. Hey, en ook zaterdagavonden gesproken, hè? Ja. Hoe was jullie weekend? Nou, dit weekend staat natuurlijk helemaal niet in het teken van voetbal. Maar dit weekend staat in het teken van carnaval. Toch? Ja. Ja. Dus voor de meeste mensen moet dit wel echt een heel goed weekend zijn. Ja. Maar jij hebt carnaval gevierd ook, begrijp ik hieruit. Nee. Ik heb voetbal gekeken. Oh, okay. Chill. Je gaat toch geen carnaval vieren? Ja. Wat ben je voor PSV? Ja, als er voetbal TV is, dan... hoe was jouw weekend? Ja, nou, het is natuurlijk een teken van carnaval. maar ik ben gewoon voetbal bezig kijken. Nee, leuk. Nou, ik heb je ook nog gezien dit weekend natuurlijk. Wat een feestje. Open bar. Dus was best... Oh, dat is wel leuk. Ja. Ja, dat was wel leuk. Ja. Goede gezelligheid. Ja. Ja? Ja. En Almere City, wat ik graag kijk. Gelijk spelletje. Ja. Weer een puntje gepakt tegen AZ. Nou, veel cooler is Leverkusen. Die is eventjes Veel cooler? Ja. Veel cooler? Ja, 3-0 Bayern. Op, man. Ja. Dit gebeurt ik nog nooit. Ik had als kleine jongen nooit durven dromen dat Almere City gelijk zou spelen tegen AZ en Ajax in hetzelfde seizoen. Ja, maar vanaf 1950 tot ongeveer nu... Hadden mensen niet gedacht dat er nog een andere kampioen in Duitsland kon zijn dan Bayern München? Of Dortmund. Maar die zijn er wel een paar keer tussendoor geweest. Ja, oké. Okay. Ja, er is drie keer iemand anders kampioen nog geweest. Is Leverkusen nooit dan kampioen? Nee. Dit is dat de eerste keer dat ze kampioen Maar worden. Inderdaad, want ja, die hebben gewoon 3-0 gewonnen. Hè. Frimpong heeft de laatste gemaakt. Ja. En die beginnen nu gewoon uit te lopen ook op Bayern. Ja, dat is zeker. Echt vet. Ja. Niet normaal. Dit is gewoon in zo'n lange tijd, ik geloof al 10 jaar op rij of zo, misschien nog wel langer, dat Bayern kampioen is. Ja, gek man. En jij, heb jij nog wat heb jij gedaan dit weekend? Nou, eigenlijk gewoon standaard weekend. Weet je, even naar de markt, even boodschapje halen. Dan daarna in de middag even huisje schoonmaken, zodat je daarna lekker rustig voetbal kan kijken, denk je. Ja. Maar dat kan dan toch niet, want je hebt niet de tv. Wij werken met zo'n planningssysteem, wie de tv inboekt thuis. En ik heb hem niet ingeboekt. Dus ja, ik heb eigenlijk alleen vandaag... we nemen het op zondag. We hebben het alleen vandaag even voetbal gekeken. En dat was natuurlijk Super Bowl. Was echt ongelooflijk vet. Nee, het was nog geen Super Bowl. Daar gaan we vanavond kijken. Ander soort voetbal. Ja, want dit is... Maar dat is ook top. Ja. Dat is ook wel leuk. Dat want we nemen dit nu ietsje eerder op. Zodat jullie de Super Bowl kunnen kijken. Ja. Dus bijvoorbeeld, we weten ook nog niet wat Feyenoord heeft gedaan. Nee, dus dat als wij dingen zeggen vandaag... Nee. En je denkt, what the fuck? Dan... Ja, dan laat het gewoon. Ja, ja. Dus dat een beetje. Maar goed, nou, leuk. Leuk om het te weten. Ja, dankjewel ook dat je het vraagt. Ja, nee, dat doe ik graag. Sorry. Ja. Nee. Ik vraag graag hoe het met je gaat. Ja. Dat vind ik belangrijk. Nice. Goed om te horen in ieder geval. Yeah. Wat jullie zo vermaakt hebben dit weekend. En we hebben ook wat wedstrijden om naar uit te kijken. Dus even kijken, hebben jullie op pad gestuurd om even allemaal competities te analyseren. Ja. Want... We beginnen op de zaterdag in de Premier League. Ja. En daar komt Manchester City tegen Chelsea. Oh ja. Ja, jouw jeugdliefde. En jij bent ook op pad geweest om deze twee even te bekijken. Ja, jij hebt mij op pad gestuurd om even een analyse te doen wie er zal gaan winnen. En voorspelling. Een voorspelling ook, zeker. Dat hoort eraan vast. En ik ben de twee teams eigenlijk even gaan vergelijken... waarin Chelsea toch ook wel met een redelijk jong team speelt... die week in, week uit verschillend presteert. Dat zie je ook in de resultaten. Ze hebben vorige week trouwens wel, of de vorige voorspelling tegen Aston Villa, hebben ze wel gewonnen. Dus dat had ik toen ook gezegd. Dus ik had gelijk. Dus ik wil ook even zeggen voor de mensen die luisteren. Ga vaak met mij mee, want ik zit heel vaak goed. Maar door dat wisselende resultaat staan ze 11e in de competitie.
Tenminste vandaag. En, om Chelsea's, hè? Ik vind het raar om zo laag te zien. Is laag om te staan. En ze spelen tegen Manchester City, die nu in een reeks zitten van 10 ongeslagen wedstrijden. Mm-hmm. Dat is best wel goed. Ze zijn tweede in de competitie, hebben een goed elftal. Dus eigenlijk om het nu weer kort af te ronden, denk ik dat wij ons geld moeten inzetten op Manchester City. En denk ik dat zij Chelsea thuis gaan verslaan met een 3-1, 4-1. Ik denk dat het echt een walkover wordt. Ja. Oh, okay. Ja, het is bij Chelsea een beetje downhill gegaan toen die eigenaar verplicht de club moest verkopen. Ja, die Russische oligarch. Ja. Maar ik snap het volledig allemaal met alles wat er aan de hand is. Maar het is toch zonde om zo'n groot voetbalclub. Het is erg jammer, maar ze hebben denk ik even de tijd nodig. Want er spelen wel talentvolle jongens. Ja, absoluut. Ja. Volgens mij kon je toen Chelsea overnemen voor 1 pond. En als ze scoren, dan vraag je? Een biertje, ja, denk ik. Nee, City. Oh, dat vraag je dan. Ja. Nee, cool. Ja, cool. Haaland had ook een record weer, hè? Vertelde Devin trouwens. Ja. Dat 51 keer scoren in zijn eerste 50 basisplekken. Ja. Dat is ook wel sick. Maar wel makkelijk bij City. Ja. Het is alleen nog nooit iemand gelukt. Dus. Nee. Daarom is het een record. Ja. Ja. Nee, maar Roman zegt, of Nando zei, het is wel makkelijk bij City. Maar voor mij. Oh, ja. Nee, ja, voor jou. Maar ik ben ook bij voor jou. Ja, dat zeker. Absoluut hoor. Jammer dat je nooit gescout bent. Ja. Jij nog die AK 3000 video vroeger. Ja, die was gek. Maar oké. Okay. Die moet je een keer namaken. Dacht ik laatst aan. Zo grappig. Ja, nou, ik dacht er helemaal niet aan. Grappig. Ja. Ik dacht aan dinsdag trouwens. Want dan is de volgende wedstrijd in de Champions League. Ja. En dan gaat Inter van de Serie A tegen Atletico Madrid. Ja, eigenlijk is dat wel een hele moeilijke wedstrijd, want Atletico doet bovenin mee bij de La Liga en Inter die gaat gewoon weer voor een kampioenschap. Maar ik denk dat ik het toch wel aan Inter mee moet geven. Ja? Inter Milaan die is weer bezig om kampioen te worden. Als je kijkt naar de laatste 5 wedstrijden die ze beide in competitieverband hebben gespeeld, is Atletico wat wisselvalliger dan Inter Milaan. Alleen in de Champions League, in de groepsfase, is Atletico steeds een beetje sterker geworden. En is Inter een klein beetje wisselvallig geweest. Maar ja, Inter heeft maar een klein 1 doelpuntje nodig en dan blijven ze verdedigen. En daarom denk ik ook dat het gewoon echt 1-0 gaat worden voor Inter. En daarbij blijft. Ja. Het is wel een tweeluik, maar ja. Inter is gewoon Atletico een hele vind ik ploeg. Ook wel defensief hoor. Ook defensieve ploeg wel. Dat vind ik ook wel, ja. Maar ik geef het randje toch aan Inter. Die zijn vorig jaar ook stonden ze in de finale. Dus ja, heel vet. Ze hadden wel een beetje geluk met die bracket toen. Want ze kwamen toen tegen AC uit. En toen had je in de andere finale... wat was het nou? Volgens mij City Real. Mm-hmm. Zoiets. Ja. Ja, dan heb je wel geluk met de loting. Je moet altijd wat geluk hebben met de loting. Maar, maar desalniettemin, fucking impressive natuurlijk. Ja, en het is ook leuk om die club weer het goed te zien doen. Dan op dezelfde avond hebben we ook een Nederlandse ploeg, PSV. Eindelijk, maar doe jij die dan even? Nee, zeker. Ja. Dat hadden we natuurlijk vorig afgesproken. Ja, hadden we ook al afgesproken. Dit klinkt nu heel spontaan voor de mensen. Ja, dat vond ik ook. Nee, die gaan tegen Borussia Dortmund. Ja. Borussia Dortmund is... die komt weer wat lekkerder in vorm. En PSV, die kwam een beetje wisselvallig nog uit de winterstop. Veerman is ook geblesseerd, maar nu is Veerman terug. Hebben ze wel gelijk weer gewonnen tegen Volendam. Ja. Duurde wel even. Tweede helft kwamen ze pas echt een beetje op gang. Pak slaag. Ja, 5-1. En weet je... je moet gewoon hoopvol zijn, weet je wel. Ja. Winnen in de Champions League begint bij hoop onder de spelers. Ja. Of met geloof onder de spelers en de fans. En de analisten. En de analisten. Dus ik ga hem sowieso niet aan Dortmund geven. Beter. Ik denk gewoon dat PSV hem wint. En ik denk wel dat het een... ik denk echt ook dat het mogelijk is. Ik denk wel dat er 2 teams zijn die ook best wel dicht bij elkaar liggen. Ik denk dat het een 2-1 wordt voor PSV. En dan de return moet ze het maar laten zien. Maar dan zou ik gewoon lekker met 11 verdedigers spelen. En parkeer de bus. Ja, parkeer de bus. Op. Ik ben het helemaal met je eens. Door. Roman. Nou, in ieder geval genoeg om naar uit te kijken. En ik zie ook dat alle analisten er zijn. Ik had nog eens omhoog kijken. Had je niet gedaan nog? Nee. Maar nu wel. Dus, we zijn er. Dus ik denk dat we eerst aan die. Ja, jongens, hier Rob van Voetbal Magazine, net naast het net. Ik vroeg me af, zijn jullie voorstander van de nieuwe blauwe kaart?
Ja, bedankt voor je vraag. We gaan hem nu beantwoorden. Ja, want UEFA overweegt dus een nieuwe kaart, de blauwe kaart. Ja. Wat houdt dat precies in? Ja, je hebt, dat is dus een nieuwe kaart wat eigenlijk tussen geel en rood in zit. Ja. En je krijgt hem bij spelbederf, tijdrekken en bijvoorbeeld een bepaald soort type overtredingen. Zoals als een speler je voorbij gaat, dat je een shirtje gaat trekken. Oh ja, een beetje van die nare dingetjes. Van die onsportieve dingen, die gewoon niet weg op een voetbal, die niet bij voetbal horen. Gewoon de sport zelf. Nou, ja, als je een blauwe kaart krijgt, mag je 10 minuten van het veld af. En daarna mag je weer meedoen met de wedstrijd. En een tweede blauwe kaart is hetzelfde als rood. Dus krijg je gewoon rood. Oké. Ja. Of. Ja, wat ik me gelijk afvraag, het schiet me gelijk te binnen. Waarom blauw? Toch? Nou, nee. Als er zit toch tussen geel en rood in, waarom is het geen oranje kaart? Dat is het eerste wat ik me afvroeg. Nou ja, ik vraag me dus af, als je met die blauwe kaarten gaat werken, gaan er dan nog veel gele kaarten getrokken worden? Ja, dat is voor de rest. Gewoon voor normale overtredingen. Ja, maar wordt het op een gegeven moment dan niet dat de gele kaart een beetje richting de blauwe kaart gaat? Dat het op een gegeven moment gewoon verandert in de blauwe kaart? Nee, want het is wel een hele effectieve straf, namelijk 10 minuten. Maar een gele kaart, dat zijn gewoon... Ja, ik denk dat dat niet echt een gevaar is. Ik denk dat ik de gele kaart meer zie als een kaart die echt voor overtredingen zijn, die eigenlijk ook een beetje bij voetbal horen. En wat ook altijd wel bij de sport hoort en is geweest. En ik denk dat, voor mijn gevoel is de blauwe kaart gewoon puur en alleen gericht op dingen wat niet met het voetbal zelf te maken heeft. Niet met de regels, niet met het spelletje, niet met de techniek. En eigenlijk alleen maar een beetje het spelletje uit zijn ritme halen. Dus in mijn ogen vind ik dit ook een leuke ontwikkeling. Ik hou sowieso niet van het hele vieze spel. En ik vind juist die spelers die gewoon professioneel zijn en een super clean carrière kunnen hebben en op super hoog niveau kunnen presteren. Shout-out Philip Lam trouwens, geen kaart in zijn carrière. Ja. Ja, dat vind ik gewoon... Alleen dronk wel vaak te veel. Ja, Philip was vaak lam, ja. Ja. Zo, zielig. Maar, ja, dus ik ben daar wel een fan van. Ik vind dat wel leuk. Gewoon een nettere sfeer op het voetbalveld. En ik irriteer me er ook soms kapot. Weet je nog dat Ajax Champions League seizoen? Wat was het vervelendste van Ajax in die Champions League wedstrijden? Onana zijn getijdrek, toch? Dat was echt billenknijpend. Daardoor hebben we ook toen tegen Tottenham... werd toen ook op een gegeven moment gefloten. En toen, omdat Onana weer zo lang deed. En allemaal gekut. Met wat betreft tijdrekken vind ik het wel... Zou ik het persoonlijk wel fijn vinden... als er effectieve speeltijd komt. In plaats van een blauwe kaart. Ja. Maar ik vind het wel lastig. Want ik vind een blauwe kaart ook wel zijn voordelen hebben. Dus ik vind het heel moeilijk. Maar in het specifieke geval tijdrekken... dan denk ik, ja... Gooi dan even die effectieve speeltijd. Maar, en effectieve speeltijd? Maar het hoeft niet of te zijn. Hè? Je kan altijd nu die blauwe kaart introduceren. En dan later kan je zeggen... Hey, we gaan nu ook met effectieve speeltijd spelen. Ik denk dat elkaar botst. Ik wil wel even uitleggen voor de mensen. Effectieve speeltijd is dus wanneer wanneer er wordt gefloten... of dat de bal uitgaat, stop je de timer. Ja. En dan speel je gewoon, in plaats van dat je 90 minuten speelt... speel je misschien wel 90 minuten, maar gewoon effectief. Nee, ik dacht dat je 70 minuten dan speelt. 70, ja, 70, maar iets dus minder. Dus de tijd loopt als het spel bezig is. Ja. En wanneer het uit is of het spel er staat stil, dan staat de klok ook stil. Ja, ik ben er niet voor de blauwe kaart. Nee? Nee. Ik denk als ik jullie zo hoor, dan denk ik dat ik eerder naar effectieve speeltijd zou gaan... dan naar een blauwe kaart. Ik denk dat er gewoon eerder geel getrokken moet worden voor dit soort overtredingen. Maar geel heeft dan geen consequentie, hè? Wel, als je het nog één keer doet, lig je eruit. Ik zag bijvoorbeeld een... Ja, maar dat is bij blauw ook. Wacht. Ik zag een voorbeeld hiervan. Dat was op het afgelopen WK volgens mij. Of op het EK kan het zijn geweest. En er was een Engelse speler die voorbij Chiellini of Bonucci ging. Die trekt hem, zeg maar, aan zijn shirtje. Gewoon achteruit op de grond. Mm-hmm. En anders was het een goal, anders was hij gewoon voorbij en dit en dat. Ja, daarvoor is toch een blauwe kaart perfect. Nee, dat je dat soort dingen eruit krijgt. Als jij die speler was niet doorgebroken. Dat was namelijk uitgelegd door die scheids. Het was in een praatprogramma. Hij passeert de verdediger en dan trek je aan het shirtje... en dan is hij nog niet doorgebroken en dan is er dus geel volgens de regels. Ja, ik vind dat dus... vind ik een blauwe kaart echt een perfecte oplossing voor dat soort situaties. Ja, ik moet het nog maar eens zien. Ik vraag me gewoon wel eens af of de UEFA wel eens dingen verzint die in één keer goed zijn. Nee, maar dit komt wel van... ik geloof dat dit van de hockey komt. En daar is het heel effectief. Okay. Dus het komt wel vanuit een andere sport. Ja, nee, ik ben wel een voorstander. En dan ook om af te sluiten, Dewin, voor of tegen. Hak de knoop door. Ja, ik vind het...
Ik vind het heel moeilijk. Ik ben nog niet voor. Ik hou nog te veel van het huidige spelletje. Ik vind deze verandering nog moeilijk. Nice. Nou, leuk. Leuk. Nee, ik ben al om. Ik hoop echt dat hij komt. Maar ik zie iemand al de hele tijd wat aan ons willen vragen. Dus laten we maar snel daar naartoe. Hoi, Sabine hier van Vrouwen aan de Bal. Mijn vraag aan jullie is, welke voetballer had meer uit zijn carrière kunnen halen? Leuke vraag. Ja, want jij kwam hier toevallig. Had jij het hier ook van de week met mij over? En toen noemde jij een voetballer op. Ja, op mijn dagelijkse werk. Een collega zei dit tegen mij. Die zei, hey, Nando, ik zie alleen maar dit voorbij komen. Neymar. Heeft hij nou echt alles uit zijn carrière gehad? En toen hadden wij eigenlijk al zo snel een gesprek daarover. Wat ook een heel leuk gesprek was. En dan vind ik het ook grappig dat hij dan... Misschien kent hij dan mijn collega wel. Dat deze reporter dan ook de vraag stelt. Maar ik had het dus over Neymar. Had hij meer uit zijn carrière kunnen halen? En dan dachten wij allebei ja. Een beetje een... waar iedereen denk ik op hoopte dat het een soort van... Ja, hij zat een soort van half in de schaduw van Messi. Maar hij had ook wel weer de verwachting van Ronaldinho met zijn techniek. Heeft hij echt alles waargemaakt hoe mensen over hem dachten? Ja. En het was zo mooi, want je had dat MSN. En die connectie met hun drieën, dat was echt magisch. En daarvoor bij Santos was hij ook een geweldig talent. Waarmee ze ook bijna de World Cup voor clubs hebben gewonnen. Dus dan zie je dat die jongen gewoon echt heel veel kan. Maar ja, dan ga je naar PSG. Ja, niet om lullig te doen. Maar dat is toch gewoon echt wel een competitie van een heel ander niveau dan La Liga of de Premier League. Ja, al komt PSG wel altijd goed mee in de Champions League. Niet dat ze gewonnen hebben, maar ze spelen er altijd wel. Maar kijk, je kan het wel ook zo bekijken. Financieel gezien heeft hij wel alles uit zijn carrière gehaald. Ja. Toch? Hij was de man van 300 miljoen naar PSG toe. En het was het was natuurlijk ook niet zo handig dat zijn zus was heel vaak jarig waar hij naartoe moest. Dus daarvan miste hij ook heel veel wedstrijden. Ja, dat zijn we uitgemaakt. Hij had altijd dat hij zei, ja, zijn zus was jarig, nou, dan was hij niet hier en hierbij. Maar ik denk dat hij zeker meer eruit had kunnen halen. Ja. Maar dan moet ik zelfs aan nog iemand denken. Oké, maar die Neymar, hè, ook bij Brazilië had hij toch het laatste eindtoernooi had hij toch een blessure. Waardoor hij niet het hele eindtoernooi heeft kunnen spelen. Dat is ook wel jammer. Want hij was wel echt de superster voor Brazilië. En kon daar dan wel weer, denk ik, een groot verschil maken. Ja, je zet wel de tv voor hem aan. Maar hij had er meer uit kunnen halen. Ik ben nu benieuwd naar die speler die hij in gedachten had. Ja, dat is ook weer een Braziliaan. Oeh. En het was een spits. Hulk. Die eigenlijk heel snel toen een doelpunt maakte tegen Barcelona. Ja. Hij speelde voor AC Milan. Pato? Ja. Oh, vet. Ja, ja. Hij was wel nog door mijn gedachten gegaan. Ik, dat doelpunt staat me nog bij, want dat was fantastisch. Hoe snel hij door die verdediging heen ging, weg was en hem scoorde in dat Champions League duel. Hij was echt zo'n prodigy van wow, deze gaat heel groot worden. Maar uiteindelijk is hij ook een soort van een beetje door de achterdeur ergens weggegaan. Het is... Heeft hij alles eruit gehaald ook? Nee. Ja, weet ik niet. Ik zag laatst dus op een interview, was wel leuk, met Gerald Varenburg. Die heeft vroeger bij PSV gevoetbald. Is natuurlijk even wat ouder, net even voor onze tijd. En die vond dus zelf ook dat hij niet alles uit zijn carrière had gehaald. En dat vind ik altijd dan wel mooi dat spelers dan naar zichzelf kijken en dan denken van, ja, dit had ik beter kunnen doen of dit had ik anders kunnen doen. En... Maar weet je, ja, zo kan ik ook nog wel wat Nederlandse voorbeelden opnoemen. Ja. Een van de bekendste natuurlijk, denk ik, Marco van Basten. Ja, maar dat is denk ik... Dat is wel anders. Dat is wel anders, denk ik ook, ja. Ja, het is hoe je de vraag interpreteert. Maar er is zeker niet alles uit zijn carrière gehaald. Wel door dingen wat buiten zijn macht ligt. Ja, maar daardoor vind ik wel dus... Ik vind blessures hoort wel bij een carrière, maar als je daardoor moet stoppen... vind ik wel dat hij in de tijd dat hij heeft gevoetbald alles eruit heeft gehaald. Ja, denk dat is ik wel. Interpretatie. Dan heeft Robbo ook alles uit zijn carrière gehad. Ja, maar dat denk ik zeker. Want die is zo vaak geblesseerd geweest. En die heeft toch nog zo goed gepresteerd. Dat is echt knap. Ja, maar wat die lag een aantal maanden eruit. En dan startte die weer. Was het gelijk oude Robbo. Ja. Die had geen tijd nodig. Ja,
Nou, vet. Maar dan heb je er ook nog, ik weet niet of jullie het nog hem kennen, maar Dani heeft ooit bij Ajax gevoetbald. Ja. Is de laatste die met nummer 14 heeft gespeeld bij Ajax. Nee, dat ken ik niet. En dat is een, was een Portugees talent, volgens mij, bij Sporting. En hij zou eigenlijk Figo overnemen. Hij deed het ook supergoed bij de onder 18 toernooien, onder 20 toernooien. Was hij dan weer tweede beste speler van het toernooi, noem maar op. Dus hij speelde zichzelf helemaal aan de kijker en mensen dachten, dit is een nieuw Portugese toptalent. Toen is hij uiteindelijk bij West Ham gekomen. Nou, vanaf daar is hij een beetje verliefd geworden op het uitgaan en op het feesten als jonge jongen. Nou, hij is ook een ontzettend knappe gast. Ja. Dus ja, was allemaal heel lijp. Toen is hij uiteindelijk daar dus ook een beetje via de achterdeur weggestuurd, omdat het allemaal niet kon en weet ik veel wat. Toen heeft uiteindelijk Johan Cruijff hem wel gezien. En die had zoveel vertrouwen. Want hij is daarna wel mee naar de Olympische Spelen gegaan. Toen heeft Johan Cruijff zoveel vertrouwen in hem gekregen en in zijn talent. Heeft hem Ajax gehaald. Heeft hem met nummer 14 zelfs laten spelen. Omdat hij zoveel vertrouwen erin had. Ja, toen zijn eigenlijk dezelfde problemen weer doorgegaan. En toen hebben ze uiteindelijk, heeft Van Gaal hem, die had een soort blonde, ja, een mooie blonde vrouw geregeld. Maar dat was een therapeut of zo. Of iets om hem daarin te begeleiden. En van die problemen af te helpen. En toen ontdekte dus Van Gaal dat hij daarmee ook gewoon zat te flirten en af te spreken en weet ik veel wat. Dus ja, ja. Dus die jongen die kon zichzelf niet zo goed gedragen. En die is toen uiteindelijk van Ajax naar Atletico Madrid gegaan. En toen is hij uiteindelijk met 27 jaar heeft hij besloten te stoppen. Vond hij het spelletje niet meer leuk. Ja. Maar ik moet wel zeggen, als je van uitgaan houdt en je gaat naar Amsterdam, dan loop je natuurlijk ook wel een risicootje. Want je kan echt leuk uitgaan in Amsterdam. Dat zeker, maar, maar even, 27 jaar en stoppen. Ja, dat is echt heel jong. Dat is heel vroeg. En ook gewoon niet omdat het niet meer kan. Maar gewoon omdat je het niet leuk vindt. Dat hoor je ook niet vaak van voetballers. Ja, maar heb je dan echt niet alles uit je carrière gehaald? Want ik moet zeggen, als je bij West Ham hebt gevoetbald, daar de hele stad voor jezelf voor op gesopen en in Amsterdam ook. Klinkt wel als een leuke carrière. Klinkt zeker als een leuke carrière, ja. Ja, klinkt. Ja, nee, maar kijk, op sportief gebied heb je dan inderdaad niet alles uit je carrière gehaald. Maar dat is toch ook met wie ik ook denk die het er meer uit had kunnen halen is. En die van de meiden. Hij zegt het zelf volgens mij ook in interviews. Dat hij zegt, ik had er meer uit kunnen halen. Maar dat was ook een geweldige speler, maar die ook heel veel hield van het feestje. Ja. En Ronaldinho dan? Weet je, ik ben daar wel blij mee, anders. Nou, ik ben er niet blij mee, want ik gun Andy een fantastische carrière, want ik vind hem heel grappig. Maar ik vind zijn Andy in de auto filmpjes fucking leuk. Ja, en anders hadden die misschien nooit gehad. Ja. Ja, hij maakt wel nog carrière op zijn eigen manier. Maar Ronaldinho is toch ook wel iemand, die was ook een beetje te veel van... Hij heeft echt op het beste niveau. Dat zeggen mensen wel, ja. Maar hij heeft ook gewoon... Weet je, aan de andere kant heeft hij ook wel... Ik bedoel, ik ben het eens, had er sportief gezien wel meer uit kunnen halen. Maar hij heeft wel gewoon een Ballon d'Or en zo gepakt. Grote prijzen gewonnen. Waren. Ja, maar hij schijnt dus weg te zijn gestuurd bij Barcelona. Omdat ze bang waren dat hij Messi te veel zou beïnvloeden met slecht gedrag. En dat hij daardoor weg moest bij Barcelona. Nou ja, wie weet, wie weet. Wie denken de mensen die luisteren of kijken, wie denken jullie van... Hé, dat zijn voetballers. Vergeet die niet, jongens. Die hadden er nou echt meer uit hun carrière kunnen halen. Ja. En over mensen gesproken die alles uit hun carrière halen. Ja. Devin, ja. Jij had er ook alles aan. Jij bent weer helemaal op pad gegaan deze week voor ons, hè? Ja, klopt. Geit van de week. Oh, we zijn er? Nee. Wow! Ja, daar zijn we weer. Nu zijn we er. Nee. Oké, dat is lekker, man. Ja, kijk, ik moest naar Spanje deze week. Want de nummers 1 en 2 tegen elkaar, toch? Real Madrid, Girona. En daar kon maar één... eigenlijk kon er maar één iemand de geit van de week worden. En dat is Vinicius Junior. En dat komt omdat het eerste doelpunt maakt hij zelf. Tweede doelpunt assist op Bellingham. Derde doelpunt schiet hij op doel en de rebound komt bij Bellingham terecht. En het vierde doelpunt verovert hij de bal, die geeft hij af. En dat wordt ook weer een doelpunt. Dus deze is hij ook bij betrokken. Hij is bij alle vier de goals betrokken. 4-0 voor Real Madrid tegen Girona. En bij alle vier de goals is Vinicius betrokken. Dat is ongelooflijk. Ancelotti had zelfs gezegd, in deze vorm is Vinicius misschien wel de beste voetballer ter wereld. Ja, maar natuurlijk zegt Ancelotti dat. Je moet je spelen zo. Nee, maar hij was ook. Dat geeft gewoon toch even aan hoe goed hij was, die wedstrijd. Dat is wel goed. Nee, het is wel heel knap. Hij is wel heel jaloers. Goed. Hij is wel heel goed. Ik ben niet per se jaloers, maar. Je bent jaloers. Ja, misschien. Is ook prima. Misschien. Ik had ook graag bij Real Madrid willen voetballen. Achteraf.
Ja, maar dit was gewoon een ongelooflijk goed weekend voor Vinicius. Dus ja, als je het nog niet gezien hebt, moet je het maar even kijken. En die eerste goal buiten de 16. Echt een beauty. Ja, nee, maar echt, ja, ik ben blij dat jij er zo blij van wordt. Want ik heb hem niet gezien. Dus ik vind het mooi om dit te horen. Klinkt als een goede geit. Het is ook een goede geit. Oh, ik denk dat dit hem alweer was, hè? Ja? Ja, hij is zo weer voorbij. Jij bepaalt. Ja. Hey, het was leuk. Het was leuk. Bedankt dat jullie er waren. En ook bedankt dat je luisterde of kijkt naar deze aflevering. Vond je hem nou leuk? Like, deel hem met je vrienden. Whatever. Het zou ons helpen. Abonneer. Tot volgende week. 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 Tot volgende week.